hij deed er net geen dansje bij. Ik ben weer druk bezig geweest. Ik moet toch even pauze houden. Helder. Helemaal happy met mezelf. Maar ik denk wel dat ik gewoon letterlijk een hele boom bespaard heb. Ik weet wat het is. Want als je aan het praten bent, gebeurt dus dit. Ik moet zeggen, het is nu wel iets minder. We zitten altijd samen. S'avonds echt uitgebreid eten. Het is donderdag en ik ben Sarah de schooltas aan het klaarmaken. Oh, stond goed. Kijk je mij nou, ik zou ook goedemorgen. Ik zou je zo in beeld zetten. Eerst even je tas beginnen. Oh. Hey, ga snel verder ontbijten. Ik moet nog even je fruit doen. En dan gaan we naar school. Dat ga ik niet meer redden nu, man. Het heeft allemaal wel een beetje lang geduurd. En ik ging gisteren natuurlijk heel erg op tijd naar bed, voor iedereen die de vlog gisteren heeft gezien. Alleen, ik werd verschrikkelijk wakker gehouden, maar vertel ik zo meteen wel. Eindelijk op de fiets. We zijn op tijd. Het is minder koud dan wat ik had gedacht. Het is wel koud, maar... En het regent niet, het sneeuwt niet, het hagelt niet, het stormt niet. Het is best fris, maar oké. Sarah is lekker op school. Ik ga thee zetten en echt gevoel dat ik zo om kan vallen slaap. Maar goed, ik zou vertellen wat er aan de hand was. Ik ging natuurlijk gisteren best wel goed op tijd naar bed. Alleen Marco die vond het heel fijn in bed schijnbaar. Want die lag te piepen, te blazen, zwaar te ademen, te snurken. Het was net of er een heel orkest naast me lag. Hij deed er nog net geen dansje bij. En dat houdt in dat ik dus wakker lag. Top. Dus ondanks dat ik heel vroeg naar bed ging, zeker in ieder geval voor mij toen ik heel vroeg naar bed ging, heb ik heel weinig geslapen. En ben ik dus nu heel moe. Maar ja, ik heb wat dingen te doen, dus ik ga gewoon even zoveel mogelijk doen. Vaatwasser die heeft gisteren afgedraaid. In ieder geval die hebben we na het eten aangezet, maar daar past geen alles in. Ondertussen is er nog van alles bijgekomen, dus het hele afdraag staat vol. Dat wil ik wel graag weg hebben, want ik ben er altijd heel wachten van. Als je iets wil doen, kan je er niet goed bij op deze manier. Dus ik ga even zo snel mogelijk weg. En dan doe ik vandaag wel die hele to-do-lijst die ik heb afwerken. En dan hebben we een beetje adempauze daarna. Want dat is de bedoeling. Dus laten we dat even hopen. Kan dit in van zo gelijk van de lijst afhalen. Ik was druk aan het opruimen. Er kwam een pakketje binnen. Dat is trouwens voor Sarah. Oh. Ze zou de tafel hebben schoongemaakt in principe gisteren. Ik denk, wat ligt er nou op tafel? Maar die is een beetje best aan vergeten. Dus ik moet ze even schoonmaken. Het is natuurlijk niet lekker als het ergens aankomt. Deze voor haar besteld. Deze zijn van Aviana's. Ik heb ze bij de Bijenkorf besteld, want ik hoop echt dat ze passen. Dit zijn van die slippersandalen. En ze heeft altijd wel gewoon de slippertjes, maar als je een of ander waterfeest hebt buiten of wat dan ook, dan is het ook wel heel erg fijn als ze vast kunnen, want dan kan je er gewoon wat lekkerder op rennen. Dus dan vond ik deze wel echt heel handig. En ik vind ze ook wel echt heel leuk. Lekker glitterig. Ze gaat ze geweldig vinden. Maar ze zal ze moeten passen. Als ze thuis komt en ze is pas rond etenstijd thuis. Dus dat gaat nog wel even duren. Ik ga ze even neerzetten. Dan staan ze in de doos. Dan kan ze ze zelf opnieuw unboxen. Maar ik wilde ze zelf even bekijken of ik dacht dat ze goed waren. Omdat ze altijd in dubbele maten gaan. En ze is net een beetje van 30 naar 31. Ze hangt er een beetje tussen. En deze gaan 28-29. Zeg ik nee, 29-30 of 31-32. Dus dat is wel gelijk een hele grote stap. Maar ik denk dat deze wel goed zijn. We gaan het dadelijk zien. Ik ben weer druk bezig geweest. Ik heb deze hele kast leeggehaald. En dat is echt heel veel zooi.
En ik ga hem nu helemaal schoonmaken. En dan ga ik echt alles één voor één beetpakken, uitzoeken. En wat uitgezocht is, alleen de in doen. Want deze kast wilde je gewoon niet meer open doen. Het stond helemaal overal. Dus dat gaan we even oplossen nu. En dan een paar verder. Maar alles wat erin staat is wel echt mega netjes. En ik heb hier nog wel allemaal zo staan. Maar ik wilde echt per se alles echt helemaal goed doen. Want anders doe ik het en dan heeft het eigenlijk nog weinig nut. Dus ik ga nu bijvoorbeeld deze mand helemaal leeg gooien. Dit is allemaal cadeaupapier en verpakkingsdingen en alles. Maar er zitten volgens mij ook nu dingen tussen die er niet in horen. Dus ik ga het ook weer helemaal netjes maken. En toen ik toch al... Oh, ik ga het helemaal zoals ik wil. Oh, ik blijf met mijn naam in mijn camera. Toen ik toch even pauze wilde houden, hoorde ik er een kastje komen. En dit is wel grappig. Dit wil ik echt al zo lang hebben. En dit was gelijk uitverkocht. En ik heb zo lang overal gezocht. En nu heb ik het dus gevonden. Maar het is echt wel, zeg maar, een paar jaar later. Dat is deze jurk. En ik vind hem nog steeds heel leuk. Zelfs jaren later. Deze is van Nikki. Even kijken. Dat is deze maxi jurk. Ik vind hem echt heel leuk met die kleuren. Hij is een beetje oranje-roodig. En hij is heel wijd. Dit zit er dus onder. Als je het zo goed kan zien. En hij is strapless. En ik vind deze dus altijd echt super leuk. En ik heb hem nu pre-owned, maar wel nieuw gevonden. Alleen te kijken er nog bandjes bij te kunnen. Er zit dus een BH in. Zodat je er geen BH onder hoeft te dragen. Nee, in ieder geval laat ik het zeggen. Het is meer een bandeau, zeg maar. Moet je te kijken, er zitten dingetjes in dat je er een bandje aan kan doen. Maar ik ken hem alleen maar als jurk. Nooit geweten dat er überhaupt bandjes in konden. Maar het is wel heel mooi dat dit dus onder kan. En ik vind hem echt heel gaaf. Dus hij is dus zo... En dan valt dit er overheen. Ja, het is een beetje moeilijk te laten zien. Het is nu ook absoluut geen weer om hem aan te doen. Dat moet nog komen. Maar voor nu ben ik in ieder geval heel erg blij met deze jurk. Helemaal happy met mezelf. De hele kast is gewoon weer normaal en netjes. Echt, ik vind het fantastisch. Ik heb ook dingen anders ingedeeld. Maar dat doe ik eigenlijk altijd. Dan verander ik de planken. Dan heb je ook echt het gevoel dat er echt wat gebeurd is. En ik heb ook echt van die plekjes gemaakt. Hier zijn cadeautjes die al voor verjaardagen zijn. En zo heb ik allemaal plekjes gemaakt. En ook de mappen, huisadministratie, werkadministratie. Van Marco, van Sarah. Ik heb eigenlijk geen map met privépapieren. Alles wat voor mij is, zit gewoon in de zakelijke dingen. En van Marco en Sarah ook, maar die hebben toch andere dingen weer. Maar zo heb ik dus allemaal zones. Eén kastje is dus met... Maar opladers en apparaten en dat soort dingen. De andere is weer met batterijen en lampjes en stekkerdozen. Dus ik heb overal wel een beetje zones van gemaakt. Dus alles is wel weer makkelijk te vinden. En we hebben allemaal een eigen postvakje. Dat zit ook weer allemaal in de goede postvakjes. Dus ik voel me helemaal happy. Het mag ook wel, want ik heb vanochtend natuurlijk wel wat in huis gedaan verder en zo. Maar het is bijna 4 uur en ik ben nu pas klaar. Dus ik heb echt geluk dat Sarah een playdate had. En Marco haalt het trouwens zo op. Want die komt vanuit zijn werk er eigenlijk langs. Dus dat was wel zo makkelijk. Want ik ga zo koken. En dat moet in de oven. En anders was het voor mij weer heel lastig qua tijd. Maar ik ga nu even een half uurtje lekker niksen. Ook nog een leuke bijkomstigheid is. Ik heb zoveel papieren uitgezocht en ook weer weggedaan. Want er zitten papieren in die de laatste keer dat ik dit deed wel bewaard moesten worden. Maar nu bijvoorbeeld niet meer. Ik heb het iets meer dan een jaar geleden denk ik gedaan. En toen leefde Mima nog. Was zij bijvoorbeeld verzekerd. Daar had ik de papieren van. Maar ja, ze leeft niet meer. En de verzekering is helemaal goed afgerond, afgesloten. Alles is verwerkt. Dus ja, ik heb niet heel veel maanden papieren. Nou, allemaal dat soort dingen. Die heb ik ook allemaal weggedaan. Daarom zeg ik bij alles echt één voor één. Elk plaatje heb ik in mijn hand gehad. Maar ik denk wel dat ik gewoon letterlijk een hele boom bespaard heb. Zoveel papier kan er gerecycled worden nu. Dus dat voelt wel goed. Ik heb gewoon een boom gered vandaag. Tijd om te gaan koken. Ik krijg de camera nog dat mijn gezicht er gewoon op staat. Dat is beter.
Marco is bijna klaar boven, dus die gaat dan zelf ophalen. En dan kunnen we zo lekker eten. En ik heb echt wel honger ondertussen. En ik mag hard even verdelen voor de bakjes. Ik ben nog steeds blij met mijn herbruikbare bakjes in plaats van elke keer weer zakjes gebruiken. Het voelt toch alsof je het dan een stuk beter doet voor je. Ik heb al heel wat zakjes bespaard namelijk. En dat is, ja, dat voelt goed. Zo. En de rest in de pan. Ik doe het ook altijd pas in de bakjes als ik dan één portie gebruik. Dan kan de verpakking gelijk weg. Dan heb ik mijn dekseltje opnieuw gemaakt. Oh, die liggen daar. En ik heb natuurlijk met stift, heb ik zo op de dekseltje geschreven. Want eigenlijk vriezen we voornamelijk dit soort dingen in. Die we in grotere getalen kopen. Ja. Oh, dat gaat niet helemaal als het moet. Gelijk even een uitje. En we gaan zo lekker babootje eten. De rijst kookt. En de babootje staat lekker in de oven. En de tafel is gedekt. Ik heb helemaal de tafel afgeruimd. Papa is nu even een bakje voor mijn opa aan het maken. En die doet even de tafel zo. Met een doekje even schoonmaken. Zo, even. Op. Nou. Stoel is opgeruimd. Ja, ik heb de hik heel erg. Wat heel erg vervelend is. Want als je aan het praten bent, gebeurt dus dit. Ik heb net heel even een half uurtje op bed gelegen. Ik had zo'n hoofdpijn, heel de dag al. Ik heb ook een hele stijve nek. Dat heb ik wel eens vaker. Maar het werd net zo erg na het eten dat ik echt dacht, ik moet nu echt even gaan liggen. Want het is gewoon niet leuk meer hoe het nu voelt. En ik moet zeggen, het is nu wel iets minder. Weg is het niet, maar het is wel weer beter. Heel de dag trekt het ook al niet weg, ondanks pijnstillers. Maar ik voel me oké-ish, zoiets. Dus ik ga wel even snel editen, dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Marco die is nog even Bas helpen met iets. Dus dan hoop ik zo klaar te zijn. En dan gaan we misschien zo de blacklist nog even kijken. Ligt eraan hoe laat hij terug is. Want het is heel erg spannend. Na zoveel seizoenen komen er eindelijk antwoorden. Dus dan wil je het echt weten. Ik moet wel zeggen dat er heel veel series momenteel zijn. Als je dan toch thuis zit. Die dan wel de moeite waard zijn om te kijken. En die in ieder geval heel erg goed zijn. Wij hebben net de blacklist gekeken en ik heb ook even gegeten. We zitten altijd samen. S'avonds echt uitgebreid eten. Can't help ourselves, maar... Nou, dat is even van eten. En... Oh ja, ik heb ook nog de hele tijd met Marcia aan de telefoon gezeten over alles van volgende week. Maar dat horen jullie vanzelf volgende week wel. Ik moet nu klaar gaan maken, in ieder geval, ik moet alles klaar gaan maken voor Sarah voor school vanmorgen. Ik had een beetje veel bananen, dus ze krijgt ook wel een bananenschool, want daar kom ik vanaf. Ik even vast de naam erop schrijven, dat was een rare zin. En dan kan ik stift pakken in mijn helemaal opgeruimde kast. Hoe blij kan je van je kast worden zo? Het is ook al echt tijd om naar bed te gaan. En aangezien ik gisteren helemaal op tijd was, wil ik nu wel niet te laat gaan dan. Wat gaan we erbij tekenen? Oh ja, vuurwerkjes, zoals zij ze noemt. Die vindt ze altijd leuk. En heel stom, als ik op mijn naam teken, te schil, dan eet ze hem beter. Alles staat weer klaar voor morgen en het is 2:12 en ik ga braaf naar mijn bedje toe. Laatste dag van de schoolweek en dan lekker weekend. Heerlijk. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!